Tom, ik heb eerst een paar dilemma's voor je. Een Caesar salad of een Chopska salade? Een Chopska salade voor mij. Ah, jij kent er wat van. Dan hebben we yoghurt of zo'n typische Bulgaarse drank raki? Een raki, heerlijk. Zelf gestookt door de inheemse. Illegaal, maar we doen het gewoon en we drinken het. 100 euro of 100 lef? 100 euro. Want? Het is een dubbele. Ah, slim. 100 lef, dus 50 euro is... Precies. Aha. Weekje Zeeland of een weekje Bulgaarse Riviera? Ik ga voor de Bulgaarse Riviera. Jij vertoeft vaak in Bulgarije. Hoeveel maanden per jaar? Zeker 6 maanden per jaar ben ik in Bulgarije, vanwege de zaken natuurlijk. Ja, want hoe lang ben je daar al actief? Mijn eerste boerderij en landhuis heb ik gekocht in 2004, dus dat is al 18 jaar. Zo lang al? Ja. En je doet daarin vastgoed, je verkoopt huizen. Wat is nou het grote verschil tussen, heel simpel eigenlijk, Nederland en Bulgarije qua huizen? Bulgarije is zeer makkelijk alles. Alles is makkelijk te behartigen en te betalen ook. Ja? De prijzen liggen veel lager, het levensonderhoud is lager. Ja, ik denk dat het levensonderhoud in Bulgarije 50 tot 75% goedkoper is dan in Nederland. Ongelooflijk. Zijn er veel Nederlanders die naar Bulgarije komen? Wij hebben door de jaren de hele landstreek echt veranderd met Nederlanders en Belgen die daar zijn gaan wonen en een tweede verblijf gekocht hebben. Ja, heel veel, honderden. Want hoeveel huizen heb je in je portfolio? Nou, nu ik denk, we zijn met de nieuwbouw bij begonnen, ik denk een kleine 60, 70. Wat is een instapprijs in Bulgarije? Noem eens wat. Nou, een leuke boerderij met een grondstuk van 2000 vierkante meter kan men al kopen voor een kleine 30.000, 35.000 euro. Kleine 35.000 euro met zo'n groot stuk land. Moet nog gerenoveerd worden natuurlijk. Ja. Komt er 30.000, 35.000 euro bij. Mm-hmm. Dus voor 70.000, 80.000 euro heeft men een kant-en-klaar mooie gerenoveerde boerderij. Nou, als mensen er meer informatie over willen, dan kunnen ze natuurlijk naar onze site rtl.nl/wayofliving. Dankjewel, Tom.